President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren het platform Koersstabilisatie opgericht om de koers in Suriname te stabiliseren. Dit platform bestaat uit verschillende actoren van de financiële sector. Het platform, dat volgens de president onbezorgd is, heeft als taak binnen 3 maanden met een pakket van maatregelen te komen om de koers te stabiliseren. Het voornaamste streven is om de zwevende koers tot het verleden te doen behoren en een reële koers vast te stellen. Op donderdag 13 oktober vond in Brokopondo de launch plaats van het Affordable of Betaalbare Housing Project, AHP, van het ministerie van SOSAFO plaats. Het is de bedoeling dat landelijk 3.775 huizen zullen worden gerenoveerd, uitgebreid en nieuw worden gebouwd. De aanvragers hoeven niet per se over een stuk grond te beschikken. Bij dit project zullen 40% van de woningen door tussenkomst van NGO's toegewezen worden aan alleenstaande moeders. Het AHP wordt gefinancierd door de ISDB voor een bedrag van $35 miljoen.